Welkom bij de televisieuitzending van de maand mei. We hebben deze maand een volle uitzending, want er waren veel activiteiten in de gemeente Milde en Sint-Hubert. Welkom bij Nieuwsmix TV. Nieuwsmix TV. Een maandelijks tv-programma van de lokale omroep Mil. Met interviews, nieuws en sfeerbeelden van activiteiten uit Mil, Langeboom, Sint-Hubert en Wilbertoord. Kortom, dit is Nieuwsmix TV. Nieuwsmix TV. Vandaag gaan we meekijken bij de koningsspelen van de basisschool Lens en basisschool de Chameleon in Mil. Dit is het tweede jaar dat deze scholen samen de sportdag hebben gekoppeld aan de koningsspelen. De opening wordt gedaan door een gezamenlijk lied, de Hupsakee, wat door heel Nederland wordt gezongen bij de opening van de koningsspelen. Hierna gaan de kinderen in groepjes leuke spellen doen. Groepjes zijn zo ingedeeld dat de Chameleon en de Lenskinderen bij elkaar in een groep zitten. Na de opening gingen er ongeveer 600 kinderen aan de slag op de Julianenvelden. Tussendoor stond koningsontbijt klaar wat over de hele ochtend gebruikt kon worden. Voor alle kinderen dus voldoende te eten en te drinken. Moet je niet op het lager gaan staan. Moet je daar gaan staan. Even een rondje maken. Hola. Wintje plaagt een beetje jou, hè? Heel goed. En waar moet hij? Mijn hulpje. Super. Ja, de jongens hebben gewonnen! Ah, jongens! 3, 2, 1! Vind je het leuk om dit te organiseren? Het is een heel groot gebeuren, maar het is echt heel leuk om het te doen. Heel veel kinderen, heel veel plezier, heel veel enthousiaste gezichten. Ik vind het geweldig. Waarom doen jullie dit samen eigenlijk? Nou, weet je, de koningsspelen zijn in heel Nederland al best wel vaak per dorp of gemeente samengevoegd. Dus dit leek ons wel echt de kans. En het is iets leuks en sociaals om het met alle kinderen en ouders van Mil te doen. En het is natuurlijk ook heel praktisch, want we willen allemaal graag sportvelden gebruiken. Dus het is leuk. Ja, een van de mooie activiteiten om samen te doen. Wordt het ook goed ontvangen? Zeer zeker. Iedereen is heel enthousiast, zoals je ziet. Allemaal heerlijk aan het sporten, dus ja, wat wil je nog meer? Kost het veel tijd om het te organiseren?
Ja, ja, het kost echt wel heel veel tijd om te organiseren, maar vorig jaar was het eerste jaar. En dat heeft wel het meeste tijd gekost. Toen heb je alles uit moeten zetten, alles moeten bedenken. En die draaiboeken die we gemaakt hebben, daar kunnen we wel een paar jaar mee vooruit. Dus het wordt steeds minder werk om te organiseren. Zijn jullie samen de leiders van dit gebeuren? Ja, zeker. Ik ben dit jaar ook de leider. Leonore was het vorig jaar ook. En hopelijk volgend jaar weer, hè? Ja. Vinden jullie het leuk om dit samen te doen? Ja, heel leuk. Heel leuk. Het is natuurlijk, de dag is al leuk dat je met z'n allen het samen doet en met twee scholen. Maar door de organisatie, dan ben je gewoon al een paar weken met elkaar bezig. Zeker, ja. Dus als je het dan hebt over twee scholen en samenwerken en elkaar beter leren kennen, dan zijn dit wel de momenten waarin je weken met elkaar bezig bent. Ja. En worden hier ook de vriendschappen en de banden van de kinderen beter door bijvoorbeeld zo'n dag? Ja, normaal de schoolpleinen zijn eigenlijk apart, waardoor kinderen vrij weinig met elkaar in contact zijn. Wel door hobby's en sporten die ze samen doen. Daardoor herkennen ze wel veel kinderen van elkaar. Van, oh, ik zit bij die in het groepje en ik ken die. Maar door zo'n dag inderdaad leren ze elkaar nog beter kennen. En daar zie je hele mooie dingen uit voortkomen. Ja. Vinden jullie dat er meer van zo'n dingen gezamenlijk gedaan moeten worden? Ja, maar je moet wel eigenlijk per activiteit heel goed nadenken welke dingen zijn er geschikt voor. Dit is echt meteen van begin af aan vond iedereen doorslaand succes. Super. En sommige dingen is, het is voorjaar, het is mooi weer, dit kan buiten. En het hele mooie kindcentrum, om daar met 600 kinderen en 200 ouders binnen iets te doen. Dus je moet echt elke keer je afvragen welke activiteiten zijn er geschikt voor. Supergoed!
Hoe vind je de Koningsspelen dit jaar? Ik vind het heel leuk en ook heel nieuw, want vorig jaar was ik er niet bij, maar het is heel leuk. Ja. Wat vind je het leukste aan de Koningsspelen dit jaar? Dit jaar eigenlijk dat het gezellig is, want ik vind het zelf gezelliger dan vorig jaar. Want ik vind het ook leukere spelen die je hebt. Dus ja, dat is wel wat ik leuker vind dan vorig jaar. Ja, hoe is het om samen met chameleonkinderen in een groepje te zitten? Ja, dat is eigenlijk wel leuk. Je maakt nieuwe vrienden eigenlijk. En ja, je leert mensen kennen. Dus ja, dat is wel leuk. Dus het is wel positief? Ja. Heb je ook meegezongen en gedanst met het liedje? Ja, zeker. Dat is een goede warming-up. Dan kan je daarna flink aan de slag. En wat vond je van het liedje, de Hupsakee? Ja, ik vond het wel leuk. Dat hebben we op school ook moeten met een optreden. Dus ik kende het al. Wat is het leukste wat je vandaag hebt gedaan tijdens je Koningsspelen? Nou, eigenlijk, je zou natuurlijk, ik ben niet zo'n voetbalfan, maar toch, omdat ik een goal heb gemaakt, voelt dat toch dan weer wel lekkerder. Dus dat, ja, dan is dat natuurlijk wel een van de leukste dingen wat je dan hebt gedaan. Was er ook iets waar je van dacht van, nou, dit was eigenlijk helemaal niet zo leuk? Nou, eigenlijk niet echt. Ik vond eigenlijk alles wel leuk. Dus nee, daar zit bij mij niet echt, ja. Ik heb geen spel wat ik dacht van, nee, daar heb ik helemaal niks aan. Jij zit ook in groep 8 vorig jaar, deed je niet mee. Wat was je verwachting toen je hier vanochtend aankwam? Nou, vooral dat het heel leuk zou worden. En ik had niet verwacht dat ik het zo leuk kon vinden, want ik vind het ook hier een hele leuke spelletje. Heb je ook al leuke vrienden gemaakt met kinderen van de Lens? Ja, want je speelt toch wel samen en dan bij voetbal moet je elkaar aan. Dus het was wel een succes? Ja. Om 12 uur was de prijsuitreiking en werden foto's van de winnaars gemaakt. Daarna kon iedereen genieten van 2 weken meivakantie. Zondag 24 april werd voor de tweede keer de garage, schuur en stoepverkoop gehouden. Vorig jaar werd het alleen in Mil gehouden, maar dit jaar ook in de andere kerkdorpen. Er waren meer dan 200 adressen die meededen en ondanks het mindere weer werd het goed bezocht. Hallo allemaal, vandaag de tweede stoep, schuur en garageverkoop, georganiseerd door Stichting Activiteiten Mil. Er doen meer dan 200 adressen mee in de gehele gemeente. En wij gaan kijken op verschillende locaties in de gemeente. Wat is uw naam? Mijn naam is Harry Verbrugge. Waarom doet u mee aan een stoep garageverkoop? Nou, dat is eigenlijk wel te zien als de Kamer tenminste op inzoomt, denk ik. We hebben een hoop spullen te kopen. Eigenlijk moeten we er vanaf, want al die jaren is het allemaal op de zolder blijven liggen en we doen er eigenlijk niks mee. Maar er zitten wel bruikbare spullen bij. En dit is wel een leuk initiatief om een keer het aan de man te brengen. Dit is de tweede keer, deed u vorig jaar ook al mee? Nee, dat hebben we niet gedaan. Nee, dit is de eerste keer dat wij meedoen. Hoe bevalt het? Nou, tot nu toe, we zijn net begonnen en onze eerste klant die staat achter mij. Ik moet even kijken. Ja, hoeveel euro's verwacht u op te halen? Dat zou ik echt niet weten. Denkt u alles te verkopen? Nee, dat denk ik niet. Nee. Heeft u ook iets waar u enorm trots op bent? Kan ik zo niet direct zeggen. Er zijn wel leuke spulletjes bij, maar om één ding eruit te halen, nee, dat kan ik zo niet doen. Dat weet ik zo niet. Verwacht u ook een aantal bezoekers? Dat hoop ik wel. En ik verwacht er toch wel een tiental of zo op een dag. Ja. Heel veel succes. Nou, dankjewel. Wat is uw naam? Dorette Schuurmans. Waarom doet u mee aan de garageverkoop? Omdat ik het erg leuk vind om tweedehands spulletjes en zo te verkopen. En dit is vandaag een ideale gelegenheid om het zo te doen. Deed u vorig jaar ook mee, want dit is de tweede keer? Nee, vorig jaar ben ik rond gaan kijken en toen dacht ik van, hé, dat is erg leuk, dat ga ik nu volgend jaar ook doen. Ik heb
vorig jaar ook meteen aan de bel getrokken bij de organisatie. Om te vragen of dat in St. Hubert ook mocht. Want toen was het alleen nog in Mil. En we wilden heel graag hier in St. Hubert en Langenboom en Wilbertoort ook meedoen. Dus heb ik daar meteen op gereageerd. En gelukkig is dat nu doorgegaan. Wat was uw verwachting van vandaag? Dat het vooral een gezellige dag wordt en dat er leuk wat mensen komen kijken en interesse hebben in onze spulletjes natuurlijk. Is dat ook al volbracht, die verwachting? Nog niet. We hopen dat er nog een heleboel mensen meer komen vandaag natuurlijk. Hoeveel mensen zijn er al gekomen vandaag? We hebben er nu al een stuk of 20 gehad. Hoeveel wilt u ongeveer ophalen? Oh, het gaat niet om het geld. Het gaat gewoon puur om het plezier. En we zien wel wat het opbrengt vandaag. Heel veel plezier en heel veel succes vandaag. Oké, dankjewel. Wat is uw naam? Natasja Vermeer. Waarom doet u mee aan de garageverkoop? Ja, om van de spullen af te komen. Hoeveel bezoekers verwacht u? Daar durf ik echt niks over te zeggen. Dit is de eerste keer, dus ik ben heel benieuwd. Ja. Had u al ooit gehoord van de garageverkoop? Ja, want vorig jaar hebben ze bij mijn ouders ook gedaan. En dacht u toen gelijk van, oh, ik doe het volgend jaar gewoon mee? Ja, ik denk, toch een hoop spullen bij elkaar gevonden. En ik denk, ja, toch proberen er vanaf te komen. Hoeveel willen jullie ongeveer proberen op te halen? Ik denk dat alles mooi meegenomen is. Want ik sta wel eens vaker op de rommelmarkt. En het is geen vette business, maar wel heel gezellig. Dus dat is het belangrijkste. Hoeveel mensen hebben jullie hier al gehad? Vier. Ja, goed begin. Heel veel plezier en heel veel succes vandaag. Ja, dank u wel. Jullie ook. Wat is uw naam? Anke van der Elzen. Waarom doet u mee aan de garageverkoop? Ja, ik vind het heel leuk. Ik had nog heel veel brokante spulletjes staan. En ik vond het een mooie gelegenheid om daar nou eens weer vanaf te komen. Zijn er al veel bezoekers geweest? Ja, al wel wat. Het is natuurlijk net begonnen, maar er zijn al wel wat mensen geweest, ja. Wat denk u vandaag op te halen? Dat is moeilijk. Ik hoop heel veel, maar dat denk ik niet echt. Ik heb geen idee. Ik zie wel. Ik vind het vooral leuk. Ja, vorig jaar was het alleen in Mil. Was u toen ook wezen kijken? Ja, ik ben vorig jaar rondgefietst en toen vond ik het al heel leuk. Dus ik vind het nou vooral leuk dat ze nou in de hele gemeente dit georganiseerd hebben. Dan kunnen wij ook meedoen. Wat denkt u dat het meeste opbrengt vandaag? Het meeste? Ik heb geen idee. Nee, ik heb echt geen idee. Ik zie het wel. Heel veel succes en heel veel plezier vandaag. Dankjewel, ja, dat zal dankjewel. Wel lukken. Wat is uw naam? Hallo, ik ben Peter Bongers. Waarom doet u mee aan deze garageverkoop? Nou, er stond een tijdje geleden in de krant dus dat dit vorig jaar ook al was geweest. En toen waren we hier met de buren bij elkaar. En toen zeiden we, oh, dat is wel leuk om samen met de buurt iets te doen. En zodoende. En je ziet het, hè. We hebben de garage leeggemaakt en de zolder. En de andere buren hebben er nog wat bij gezet. Dus laat ze nou maar komen. Ja. Hoeveel bezoekers verwacht u vandaag? Nee, met dit weer zijn wij met elke bezoeker tevreden. Er zijn nou denk ik een man of 8 geweest. Wat is uw naam? Henny Hendricks. Waarom doet u mee aan de garageverkoop? Om eens een keer te proberen wat het is. En omdat er nou in de hele gemeente Mil was, had ik zoiets van, ik doe ook eens een keer mee. En waarom verkoopt u, want u heeft hier heel veel Lego staan, waarom verkoopt u die? Nou, die verkoop ik eigenlijk omdat ik eigenlijk voor het een beetje te veel Lego krijg. En als ik dan verkoop, kan ik ook weer eens een keer wat andere modellen terugkopen. En zodoende. En hoeveel wilt u ongeveer ophalen vandaag? Nou, ik hoop dat ik alles kan verkopen. Dus ik hoop dat ik alles verkoop. Alleen ja, voor welke prijs? Ja, gewoon voor de redelijke prijs.
Hoeveel bezoekers zijn er vandaag al geweest? Eens kijken, er zijn nu denk ik een man of 6 al voor de Lego geweest. Dus ja, ik mag niet klagen. Hoeveel wilt u er vandaag ongeveer halen? Nou, ik hoop dat er nog heel veel komen. Ik hoop dat er nog wel een man of 10 komt. Dus we wachten maar af. Heel veel succes en heel veel plezier vandaag. Oké, dankjewel. Wat is uw naam? Sylvia Jans. Waarom doen jullie mee aan deze verkoop? Nou, om in ieder geval een beetje proberen te verkopen om geld te verdienen. Zodat wij weer nieuwe knutselspullen kunnen kopen voor onze bewoners. Dus alles gaat naar een speciale groep? Gaat naar een goed doel van Stichting De Ladder in Mel. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Voor de markt? Ja, omdat wij een dagbesteding hebben. Joep, niet mijn haren, Joep. Daar zijn knutselspullen voor nodig en dat kost heel veel geld. En op deze manier proberen wij een beetje geld binnen te krijgen. Hoeveel mensen zijn er al geweest? Joep. Nou, er zijn al best redelijk wat mensen geweest. Het weer is er niet echt helemaal naar, maar zo druppelsgewijs komen er wel mensen voorbij. Ja. Hoeveel euro willen jullie ongeveer ophalen vandaag? Nou, iedere euro die wij krijgen vinden wij al een prettige euro om weer spulletjes te kunnen kopen. Dus we zien het wel. Vinden jullie het leuk om dit allemaal te doen? Ja, we doen alles eens maken. Of dags in Florian spullen te maken en ook verkopen. En dan ook zijn Wimma en Sylvia komt erbij. Is het moeilijk om dit allemaal te maken? Ja. Hoe werkt het allemaal om het te maken? Wat heb je er allemaal voor nodig? Spullen. Tegels. Dolly. Heel veel plezier en heel veel succes nog vandaag. En dank u wel. Wat is uw naam? Ik heet Frans Meulenpas. Ik wil eerst zeggen, Bram, dat ik het hartstikke leuk vind dat jij, want je bent 13 jaar, dat vertelde je net, interviews doet. Normaal komen de coryfeeën van de Lommen hier aangesneld en die houden dan iemand een microfoon voor. Maar dat iemand die 13 jaar is, op pad gaat om mensen te interviewen, dat vind ik hartstikke knap voor jou, jongen. Ja. Waarom doet u eigenlijk mee aan deze garagewerkhoop? Nou, wij zijn van de oude stempel en dat betekent dat je een beetje verzamelaar bent. Dat je heel moeilijk vindt om spullen weg te gooien. En in de loop van de jaren, Bram, verzamel je dan een aantal dingen waarvan je zegt, nou, doen we er nog iets mee of gooien we ze weg. En weggooien is ook zoiets, dus dat doen we bijna nooit. Dat betekent dat we een manier moeten vinden om ze aan de man te brengen, te verkopen, een klein beetje geld voor te beuren, zodat ze op een goede plek komen. Iemand anders erbij is, er blij mee is en wij er ook blij mee zijn omdat we een paar piekjes beuren. Dus dat is een beetje het doel van de... Dus iemand anders blij maken en wij zelf ook nog een paar eurotjes van. Hoeveel bezoekers heeft u hier al gehad? Vanaf 11 uur. Om 10 uur vanmorgen vroeg begon het al. Er kwamen handelaren, die kwamen binnen, die liepen redelijk brutaal naar binnen, keken rond en waren onmiddellijk weer weg. Als ik er die bij tel, Bram, een stuk of 50, 60... Heel veel plezier en heel veel succes nog vandaag. Ja, dank. Wat is uw naam? Sylvia Verschuren. Waarom doet u mee aan deze garageverkoop? Nou, we hadden eigenlijk in eerste instantie niet opgegeven, maar ik dacht van, ja goed, ze doen hier met 2 mensen wel mee in de straat. En ja, ik dacht, nou ja, we zetten gewoon wat spullen buiten en kijk maar wat het wordt. Wat is er allemaal overkocht? Ik heb alleen nog maar 2 t-shirts van ACS verkocht, van de voetbalclub van onze zoon. Voor de rest nog niks. Hoeveel mensen zijn er al langs geweest? Ik denk dat er wel toch al 30, 40 langs zijn gekomen. Ja, ik weet het niet precies. Hoeveel wilt u ongeveer ophalen vandaag in euro's? Nou, dat maakt me niks uit. Ik heb nou een tientje verkocht aan de shirtjes en we zien wel wat er verkocht wordt. Ja. Hoeveel bezoekers wilt u hier nog langs krijgen? Ja, het liefst natuurlijk zoveel mogelijk, maar het weer wil niet mee vandaag. Dus
Ziet u dat, blijven veel mensen weg door het weer? Ja, misschien wel. Er zijn er toch veel die gewoon met de auto langs rijden en even kijken en ja, niet uitstappen en ja, vlug doorrijden. Ja, jammer. Heel veel plezier en heel veel succes nog vandaag. Ja, dankjewel. Nou, begin maar, Bram. Wat is uw naam? Nathalie. Waarom doet u mee aan deze garageverkoop? Nou, omdat wij eigenlijk dachten wat spulletjes te gaan verkopen. Hoeveel euro heeft u al opgehaald vandaag? Oeh, dat moet je eigenlijk niet vragen. Niet zoveel. Hoeveel mensen zijn er al langs geweest? Een stuk of 12, denk ik. Hoeveel verwacht u er nog? Niet zoveel, want het weer zit niet echt mee. Hoeveel euro wilt u nog ophalen vandaag? Ja, zal ik daar eens op zeggen. Een heleboel, maar ik ben er een beetje bang voor. Was u vorig jaar een mail wezen kijken bij de garageverkoop? Nee. Hoe bent u op het idee gekomen om dit dan te doen? Nou, wij doen eigenlijk meestal altijd mee met de rommelmarkt hier in Langeboom. En nou dachten we, ja, dat is makkelijk, want dan hoef je spulletjes niet mee te slepen. Dus we dachten, we doen het aan huis. Heel veel succes en heel veel plezier nog. Nou, dankjewel. Daar gaan we ons best voor doen. Koningsdag 27 april, de dag dat de jeugdleentjes werden uitgereikt. Dit is een goed en leuk initiatief van de jeugdgemeenteraad en wordt ontzettend goed ontvangen binnen de gemeente. Namens het gemeentebestuur allemaal van harte welkom bij de opening van Koningsdag hier in Mil. De verrassingen, dat is sinds vorig jaar inderdaad iets nieuws. Dat is een initiatief van de jeugdgemeenteraad en een aantal staan volgens mij hier. Ja, hier staan een aantal leden van de jeugdgemeenteraad en die hebben het initiatief genomen om te komen tot het uitreiken van jeugdleentjes. Ik begin met het eerste clubje, is dat in dit geval. Verder zijn het afzonderlijke kinderen, maar dit is een clubje van kinderen. En hopelijk zijn jullie aanwezig. Ik had graag naar voren gezien Daniel en Robin Cornelissen, Devin Bisschops en Job de Klein. Die komen allemaal uit Mil. Zijn jullie aanwezig? Nou, ik zie daar wel beweging komen. Graag jullie applaus voor deze helden. Ik geef jullie allemaal even een handje. Hi, welkom. Hi. En jullie vragen je ongetwijfeld af. Misschien moeten jullie je omdraaien dat de mensen jullie ook goed kunnen zien. Waarom dit echte helden zijn. Ik heb begrepen dat deze kinderen gezorgd hebben dat er een brand in de wasdroger in de badkamer beperkt is gebleven. Ze waren even alleen thuis toen er een brandlucht werd geconstateerd. Ze zijn gaan zoeken waar de lucht vandaan kwam. En kwamen bij de wasdroger uit. Ze hebben de stekker eruit getrokken, de deur goed dichtgemaakt en alarm geslagen.
Dus jij mag, nee, jij mag ze zelf wel omhangen. En jij bent te jullie initiatief, niet van mij. En ze krijgen ook allemaal een oorkonde. Ik kom bij de volgende en dat is Imke Frederiks uit Sint-Hubert. Is Imke aanwezig? Ah, kijk, daar komt Imke aan. Met de kroon op, helemaal toepasselijk. Heel goed, Imke. En waarom vinden wij Imke een held? Imke helpt haar slechtziende moeder Sandra met van alles en nog wat. Van boodschappen doen, het lezen van gebruiksaanwijzingen tot met het in het donker begeleiden van haar moeder. Niets is te gek voor deze zorgzame en behulpzame kanjer. Haar moeder noemt haar soms wel eens haar blinde geleidehond. Blijf je moeder helpen. Graag jullie applaus voor deze kanjer. En ook voor jou natuurlijk een medaille. En een oorkonde. De volgende is Tijn van der Kruisen. Die is 12 jaar en die komt uit Mil. Ik zie daar een beweging komen. Nou, dat moet vast Tijn zijn. En waarom is Tijn een held? Nou, Tijn zag op straat een hond lopen. En die hond die liep daar zonder baasje. Die was helemaal alleen. Hij heeft die hond meegenomen. Heeft geprobeerd uit te zoeken van wie de hond was, maar dat was niet gelukt. Toen heeft Tijn de hond mee naar huis genomen en voor de hond gezorgd, totdat uiteindelijk de eigenaar zich heeft gemeld. En dat vinden wij een heldendaad en heel zorgzaam. En daar willen we jou voor bedanken en we willen hem ook graag een applaus geven voor zijn goede daad. Ook voor jou een medaille en een oorkonde. Hartstikke goed gedaan. En als we dan even omdraaien. Kijk. Want ik heb het al een beetje verklapt. Het is nu, we hebben er nog één in de rij. En die komt dicht bij mij vandaan, want die komt uit Langeboom. En ik zie ze al staan. Melle van der Heijden uit Langeboom. Melle is 9 jaar. Wil Melle eventjes naar voren komen? Ik zie de broertjes er ook bij, dat is ook een held. Want dat is een topspeler van de E2 van Langeboom. He, die speelt bij Jasper in de elftal. Maar geen Leentje, want die krijgt Melle. Ik zal even vertellen waarom Melle een held is. De stichting De Opkikker die organiseert zogenaamde opkikkerdagen voor kinderen die langdurig ziek zijn. Melle heeft suikerziekte en om die reden heeft ze een keer mogen genieten van zo'n opkikkerdag. En om zoveel mogelijk zieke kinderen ook te laten genieten van zo'n dag, is Melle ambassadeur geworden van de stichting. En om geld in te zamelen voor de stichting gaat ze langs deuren om oude telefoons in te zamelen. Die worden dan verkocht en waarvan de opbrengst naar de stichting gaat. Graag jullie applaus voor Melle. Ook een medaille voor Melle. En een oorkonde. En volgens mij moeten wij dan samen even voor één foto. En dan krijgen jullie ook nog een groepsfoto. Dank u wel. Wie kan er heel hard roepen hier? Nou, volgens mij kunnen jullie nog veel harder roepen. Laat maar eens gaan. Goed, en dan gaan we dadelijk van 3, 2, 1 gaan we terugtellen. En dan laten we de ballonnen los. Met z'n allen. 3, 2, 1. Zaterdag 30 april en zondag 1 mei was er de expositie van de Senioren Hobbyclub in Mil.
Deze werd gehouden in Millesweert. Alle werkstukken waren deze keer gebaseerd op het liedje Een Beetje Liefde van Nicole. Alle van harte welkom op deze opening. Normaliter zou hier de voorzitter moeten staan, maar die is even een paar dagen vertrokken naar de Canarische eilanden. En hij zegt, neem jij het van mij maar over. Ik weet niet wat het beste is om hier te staan of op de Canarische eilanden, maar het is zo. Welkom aan iedereen. De dank van ons allemaal zoals we hier staan en de mensen die vanmiddag nog komen en de mensen die morgen komen is ontzettend groot. Ik geef het woord heel graag aan onze burgemeester. Ja, dankjewel. Ook namens het gemeentebestuur allemaal van harte welkom. Goed om te zien op de zaterdag dat Millesweert weer helemaal vol staat. Zoveel hobbygroepen bij elkaar is uniek. We gaan dadelijk genieten van de gitaarmuziek. Het is sowieso al hartstikke leuk. Het is een mooi instrument. Ik heb het ook ooit geprobeerd. Ik weet hoe moeilijk het is. Dus geniet van deze twee dagen. En volgens mij wilde jij nog heel eventjes het woord. En jij had gevraagd om de microfoon naar jou te brengen. Maar dat gaat ongetwijfeld mis. Ja, gaat dat toch lukken? Nou, dan op jouw verantwoordelijkheid. Het lukt. Nou, een hele eer dat de burgemeester mij de microfoon geeft. Allemaal hartelijk welkom, dames en heren. Ik wil even mededelen, een groep gitaristen van boven de 60. En begin er maar aan. Mensen die nooit niks met de muziek gedaan hebben. En toen hebben we ooit een leuke advertentie gezet in de krant. Als er mensen zijn die om de een of andere redenen er niet tot aan toegekomen zijn om een instrument te bespelen. Aan de boven de 60 jaar, mensen die nooit niks gedaan hebben, die vingers zijn stijf. En dan denkt iedereen van, gitaarspelen is heel gemakkelijk. Nou, vergeet het maar. We gaan nu starten in ieder geval met een nummertje aan Een Beetje Vrede van Nicole. En dat is een D groot. Oftewel, in D spelen we dat. Normaal spelen we niet onder de 1000 mensen. Maar goed, vandaag doen we het dan toch voor een 100, 200. Heel leuk dat jullie allemaal gekomen zijn. We gaan starten met een eindbisje vrede van Nicole. Dankjewel. Yeah.
Woensdagavond 4 mei was de jaarlijkse dodenherdenking. Na een kerkdienst ging men gezamenlijk naar het monument en werd er gesproken en naar muziek geluisterd. Namens het gemeentebestuur en het comité 4 en 5 mei van de gemeente Mil en Sint-Hubert heet ik u en jullie welkom bij deze herdenking. Een bijzonder welkom aan familie en nabestaanden van oud-strijders van de meidagen 1940 in Mil en veteranen uit onze gemeente, oud en jong. We gaan nu over op het houden van het dodenappel. Ik verzoek u allen voor zover mogelijk te gaan staan. Burgerslachtoffers omgekomen in de periode 1940 tot 1945. P. Bergmans, A. Bokstel, T. Ermers, M. Klomp, A. Rooyendijk, M. Rooyendijk, H. Rooyendijk, M. Rooyendijk, M. Van Doren. J. Kerstens. Milse militairen, gesneuveld in voormalig Nederlands-Indië, 1946 tot 1950. Soldaat H. van Dijk. Sergeant-majoor P. Emons. Marinier M. Bents. Soldaat J. Kremers. Soldaat T. Jacobs. Soldaat M.
arts. Welkom allen. Dames, heren, jongens en meisjes. Ik vind het belangrijk om op deze plek jaarlijks op 4 mei dodenherdenking samen te komen en dit moment met elkaar te delen. Ik wil u allen danken dat u hier bent om samen te herdenken en te eren. Om troost te bieden voor het verdriet dat er vandaag de dag nog steeds is. De mens kan wel vertrekken uit de oorlog, maar de oorlog niet uit de mens. Laten we vandaag ook stilstaan bij de recente tragedies die zich afspelen in de wereld, dicht bij ons eigen land, bij Mil en Sint Hubert. Deze gebeurtenissen hebben alles te maken met oorlogen, onrust en onverdraagzaamheid. Hier zijn we vrij, maar is dat overal zo? Zijn ze overal zo blij? Laten we ook stilstaan bij nare dingen. Er zijn nog plekken, plekken op deze aard waar ze niet vrij zijn. Weet dat me veel zorgen baart. Daar is oorlog, daar is geen vrede, daar is ruzie, zonder echte reden. Iedereen moet vrij zijn, iedereen moet vrijheid kennen. Geen oorlog meer, nooit meer wegrennen. Eerste Pinksterdag 15 mei waren we te gast bij Langeboom's Buten. Dit wordt al vele jaren gehouden op het terrein van de Hinde in Langeboom. Een gezellige buitenbeurs met onder andere kraampjes, een hapje en een drankje, activiteiten voor de kinderen en muziek. Blowing down the road.
Muziekschool Music Fun uit Mail had 3 kinderen afgevaardigd die konden laten zien wat ze zoal geleerd hadden. Alle 3 deden ze hun uiterste best en het klonk prima. Een zangles gegeven, zoals deze jonge dame ons laat horen.
Het laatste onderwerp van deze uitzending gaat over de toegankelijkheid of ontoegankelijkheid voor mensen met een beperking in openbare ruimtes binnen de gemeente Mil. Op 24 mei werden door het verkeersplatform Mil en het platform gehandicaptenbeleid Mil door middel van een excursie situaties aan de hand gedaan. Hoe is gesteld in onze gemeente met de toegankelijkheid en de ontoegankelijkheid van wegen, gebouwen, pleinen en andere voetgangspaden? Voor gezonde mensen is dit prima te bereiken. Maar hoe is dat voor mensen met een fysieke beperking of voor ouderen? Vanavond wordt hier een excursie gegeven om dit duidelijk te maken. Wat is uw naam? Herman Wedeven. En ik ben voorzitter van het platform Gehandicapten van het Verkeersplatform. En waarom wordt deze avond gehouden? Omdat wij vanuit de samenleving en de bevolking nogal wat opmerkingen krijgen over het gebruik van de openbare ruimte. En zeker als met mensen met beperking. Dat die dus nogal wat last ondervinden van hier en daar obstakels die niet te nemen zijn met een scootmobiel, rollator of een rolstoel. En wat zijn de grootste problemen in de gemeente? Ja, de grootste problemen, het is in elk kerkdorp zijn er wat problemen, maar dat is de begaanbaarheid van de trottoirs. Enerzijds omdat ze ongelijk liggen, anderzijds omdat er bomen op het trottoir staan en lantaarn op de trottoirs. En hier en daar ook auto's parkeren, waarbij dus iemand met een rolstoel, scootmobiel of een rollator er niet langs kan. En ook oudere mensen die samenlopen, dat ze elkaar moeten ondersteunen, die kunnen dan ook niet langs als ze samenlopen. Dan moeten ze ofwel de rijbaan op of ze moeten achter elkaar gaan lopen. Ja, wat hoopt u te bereiken met deze avond? We hopen te bereiken dat de politiek van Mil nu is zelf ervaart waar wij mee bezig zijn en wat wij graag verbeterd willen hebben. Dat is ook de reden dat we ze nu in een rolstoel zetten. Dat we ook met de rolstoelauto door Mil rijden om de drempels van in de inritten van de straten in de kern dat schuin hangen en als er iemand achterin zit en dat mensen met een handicap dat veel meer ervaren als iemand die gezond is. Maar gewoon te laten zien, dit en dit zou verbeterd kunnen worden. Wij realiseren ze eigenlijk ook wel dat niet alles verbeterd kan worden. Je kunt niet alles in één keer. Maar dat we dus eens proberen, dat we voorkomen dat we dus, zo steeds genoemd wordt, de man en de vrouw en de mens met beperking, dat we dus maar daar straks eens, noem ik altijd één soort mensen, dat iedere elk individu in de maatschappij kan deelnemen aan de sociale participatie in de omgeving buiten, maar ook in de toegankelijkheid van de openbare gebouwen. Wat denkt u dat de meeste problemen zijn in een kerkdorp? Ja, de meeste problemen is toch de trottoirs. De hier en daar de opritten. Als we hier staan en we zouden dus aan de kant kijken, dan zien we de straat gewoon de tegels die er liggen, liggen gewoon al los. En die liggen hier maar een paar jaar. En als je daar iemand die wat ouder is, die voeten niet zo goed beweegt, die blijft er wel eens achter haken. Of iemand met een rolstoel of zo, die krijgt die beweging. Dus in die zin, wat wij dan noemen, die simpele dingen, om die zo snel mogelijk te herstellen. En dan de obstakels, van wat er op het trottoir staat. En zeker als ze straks, dat zijn hier met inrichting van het centrumplan en de markt, en daar worden we goed bij betrokken, dat daar in ieder geval gezorgd wordt dat de bereikbaarheid en de toegankelijkheid optimaal is. En hoe zijn de reacties vanuit de politieke Mil? Ja, dan moeten we even afwachten. Dadelijk als we terugkomen hier weer in Middelsweert, dan gaan we de politiek vragen wat ze ervaren hebben en hoe dat ze denken dat we mee te kunnen oplossen en of dat ze met ons mee willen denken. Dank u wel voor het interview. Graag gedaan. Ja, is het lastig? Ja, het is zeker lastig. Wat is het lastigste punt van deze weg? Elke keer de inrit die naar beneden gaat en weer omhoog. Dus je moet echt alleen maar met je rechterarm rijden in plaats van rechtdoor. Dat is even iets wennen. Steeds zit geen stuur op, hè? Steeds bijsturen. Had u het zo lastig verwacht? Ik had het wel lastig verwacht. Misschien nog wel bijna lastiger. Heel veel succes nog. Ja, dank je. Normaal uitdaging, hoe gaat het momenteel met uw fysiek? Gaat het. Ja, maar je merkt wel, nou is Henk niet zo zwaar. Maar ik geloof wel dat als je echt een bredere rolstoel hebt, dat het wel heel moeilijker is.
Dus er moet zeker hier iets aan gedaan worden. Ja, in ieder geval een stukje breder worden gemaakt. En, ja. als u daar iets aan kan doen, doet u dat sowieso? Ja, als dat in de macht is, dan moet er zeker naar gekeken worden. Ik kan daar persoonlijk geen uitspraak over doen. Heel veel succes. Ik kan dat niet beloven. Ja. Heel veel succes en heel veel plezier nog. Dankjewel. Hoe vind je de avond tot nu toe? Ja, vind ik zelf heel interessant. Want ik ben zelf rolstoelgebonden. En dat mensen laten ervaren hoe het is om met de rolstoel te duwen of zelf in te zetten. En ook in de praktijk situaties allemaal uit kunnen leggen. En dat is alleen maar heel interessant, alleen maar leerzaam voor iedereen. Zowel voor mij als voor hen. Heel veel plezier en heel veel succes nog vandaag. Ja, dankjewel. Hè. Gaat u hier ook iets aan doen aan deze problemen? Volgens mij zijn we er altijd al mee bezig. Dus wat dat betreft kijken we volgens mij bij iedere inrichting altijd ook naar de toegankelijkheid voor rolstoelers. Maar we nemen zeker aandachtspunten altijd serieus. Hoe vond u deze avond? Heel interessant en het is leuk om eens te ervaren vanuit de rolstoel waar je allemaal tegenaan loopt. En dat is soms best verrassend. Wat viel u het meest op deze avond? Nou ja, toch een aantal knelpunten die je van tevoren als gewone verkeersdeelnemer zeg maar niet verwacht. Hè? Dus je ziet heel vaak de paaltjes op de hoeken staan. Maar dat is ook vooral bedoeld om de voetgangers veilig over het voetgangerspad te laten wandelen. Zodat de auto's niet afsnijden. Maar dat betekent ook weer problemen voor een rolstoelgebruiker. Dus, en soms is het gewoon kiezen en zo verstandig mogelijk met verkeerssituaties omgaan. Dank u wel. Oké, graag gedaan. En zo is de uitzending van de maand mei alweer voorbij. In juni zijn we weer terug met een nieuwe Nieuwsmix. Tot dan!